krokus en een tulp en een hyacint. Dag lief kind, dag lief kind. Een krokus en een tulp en een hyacint. De lente begint. Lieve volgers en kinderen van volgers. Een hele fijne mooie ostara. De lente begint vandaag. En wat is het een beetje een rare tijd. Normaal gesproken zijn we allemaal buiten. En zijn we waanzinnig aan het knutselen op school voor de lente. En voor de komende periode die eraan komt. En nu zitten we allemaal een beetje opgesloten in huis. Jullie kunnen niet op bezoek gaan bij opa's en oma's. En opa's en oma's krijgen geen bezoek van hun kleinkinderen. Mijn klein meisje Thijsje komt ook niet op bezoek nu. Maar ze maakt mooie tekeningen en we facetimen en we skypen. Dus we zien elkaar wel. Maar ja, die knuffels, die mis je natuurlijk wel. Ik kreeg een berichtje van Nathalie. Een van de eerste volgers die eigenlijk al een heel jaar rond is gegaan. Die vertelde dat haar kinderen inmiddels alle liedjes van ostara al het volle borst meezingen. En dat die kinderen zich afvragen of oma Heksje wel echt bestaat. Nou, kijk eens even, ben ik echt of ben ik niet echt? Natuurlijk bestaat oma Heksje. Is niet een bedacht persoon. Ik ben natuurlijk naast oma en naast Heks ook nog heel veel anders. Onder andere ben ik een juffrouw. En net als dat jullie voor school thuis aan het werken zijn, ben ik ook voor school aan het werken. En zit ik de hele dag achter mijn laptop te skypen, te facetimen met mijn leerlingen. En probeer ik ze zo goed mogelijk te helpen dat ze toch door kunnen gaan met leren. Dat doen jullie ook. En dat maakt toch wel dat er af en toe ook een beetje tijd nodig is om iets gezelligs te doen. Want het is wel een beetje saai hoor. Tenminste, ik vind het saai. De hele dag zo in mijn eentje achter die laptop. Dus zo kwam het idee bij mij op. Van ik ga vloggen en ik ga proberen om af en toe een gezellig momentje met jullie, mijn volgers, te doen online. En of ik dat nou live ga doen, dat weet ik nog niet. Of dat ik het van tevoren opneem. Het leuke van het van tevoren opnemen is dat ik het nog een beetje kan opleuken. En eruit kan knippen wat ik niet leuk vind. Met een moeilijk woord editen genoemd. Ja, dat weet oma Heksje, omdat ze een zoon heeft die filmmaker is. Dus dan ga ik het een beetje editen. En wat was ik van plan? Nou, ik kan natuurlijk een keer een verhaal voorlezen of een gedichtje voorlezen. Of ik kan een knutsel voormaken. Of ik kan wat van de bloemetjes die nu groeien laten zien en hoe ze heten. En daar een soort iets van. Maar ik heb natuurlijk al stiekem wat dingen in mijn hoofd. Maar ga ik nog niet allemaal verklappen. In ieder geval, dat is het plan. Als jullie zeggen niks aan, dan doe ik het niet. Als jullie zeggen leuk, we gaan daarnaar kijken. Het maakt onze saaie dag een beetje vrolijker. Wat we toch wel kunnen gebruiken in deze barre tijden. Dan ga ik dat zeker doen. Nou ja, en anders doe ik het gewoon toch. Er is altijd één fan die naar me kijkt en dat is mijn klein meisje Thijsje. Die vindt het vast hartstikke leuk als oma iedere keer om met een filmpje op komt dagen. Goed, voor vandaag nog even afsluiten met het lievelingslied van mijn zoons toen ze kleine jongetjes waren. En het lied wat ik nu altijd heel hard samen met Thijsje in de auto zing. Het prachtige lied, de krokus, tulp en de hyacint. Een krokus en een tulp en een hyacint. Doen jullie mee? Zing even mee met mij dan. Een krokus en een tulp en een hyacint. Dag lief kind, dag lief kind. Een krokus en een tulp en een hyacint. De lente begint. Dag allemaal, tot de volgende keer. Doei!